zowel mijn man als ik zijn geboren en getogen in Almelo. En we vinden het allebei helemaal een geweldige stad. In het verleden werd er nog wel eens negatief gedaan over Almelo. Maar wij vinden het fantastisch op allerlei gebieden. Qua winkels, qua mensen, gezelligheid, sfeer. Er zit een echt kasteel. Je bent zo in het buitengebied. Dus alleen maar positief over Almelo. Ik vind het wel leuk dat er veel winkels zijn. En dat omdat andere plekken zijn gewoon minder winkels. Dat er gewoon niks te doen zijn. Maar het is wel leuk gewoon. Mensen te veel zijn hier aan andere landen. Dus het is wel leuk. De markt. En de winkels die hier zijn. Diversiteit. Dichtbij. Dat spreekt u wel aan. Ja. Zijn er misschien nog andere dingen die u aantrekkelijk vindt? Ja. Behalve de markt en de winkels. Ja, ik heb hier ook familie wonen. Dus mijn zoon woont hier ook. En een kleinzoon. Dus vandaar ook. Ja. De mens. Ja. En wat met name van de mensen? Ja, je bent altijd welkom. Je bent altijd, goed opgevangen. Vooral als je nieuw bent in Almelo. En ook waar je eventueel naar verhuist en zo. Dat is nooit moeilijk. En dat ken ik wel anders. Dat is u opgevallen? Ja, echt vanaf dag 1. Ik woon nu 50 jaar in Almelo. En nog altijd met plezier. Wij zitten op een vakantiepark. Vlakbij Enter. En wij zijn lekker aan het rondfietsen. En we dachten, laten we eens in Almelo kieken. Ja. Dus vandaar dat we hier zijn. Want aantrekkelijk aan Almelo. Ja, we gingen eigenlijk voor de markt. Dat was het. Ja, maar u begint er al een beetje plat van te praten. Hè? Ja, ik vind het wel leuk accent hier. Heerlijk. Ja. Zo aantrekkelijk dat we hier al één dag wonen, vanuit de Randstad hier naartoe zijn gekomen. Nou zeg, en nu al positief? Het is een prachtige stad, vinden we. Rustig, geen geëtter zoals in de Randstad. En lieve mensen. Dus er is een goed winkelapparaat, er zijn goede voorzieningen. Mensen zijn vriendelijk, wat willen we nou meer? Ik woon aan de buitenkant van Almelo en daar geniet ik, want ik heb er alles wat ik maar hebben wil. Ik kan er sporten, ik kan er winkelen, ik kan doen wat ik wil. En ik heb water tegenover mijn huis, dus ja, wat willen mensen nog meer? Ik heb alles gelijkvloers, want ik ben over de 80, dus ik geniet daar. Wat mist u nog in Almelo? En een handwerkzaakje. Dat en wat bedoelt u dan met handwerkzaakje? Met wol en katoen. En al dat soort dingen. Denkt u dat daar behoefte is aan zo'n wolwinkel? Ik denk het wel, ja. Want het schijnt dat breien weer helemaal in is, hè? Ja, breien en haken. Winkels voor andere mensen bijvoorbeeld. Er zijn mensen die ander geloof hebben of gewoon anders hebben. Dus bijvoorbeeld, er zijn winkels die gewoon geen lange dingen hebben of zo dingen. Dat ze gewoon zo winkels maken bijvoorbeeld. Ja. Maar dan moeten dan wel voldoende klanten naar die winkels gaan, hè? Ja. Dus dat is dan altijd een afweging voor mensen die misschien zo'n winkel zouden willen vestigen in Almelo. Ja, toch wel een leuk centrum hebben ze, een leuke binnenstad, leuke terrasjes. En mensen zijn aardig hier. Ik vind het over het algemeen wel die mensen in Overijssel heel erg vriendelijk en hulpvaardig zijn, hoor. Dus als ik u goed begrijp, bent u gisteren uit de Randstad hier gekomen? Ja. En is dat voor korte of langere tijd? Dat is voor altijd, hoop ik. Dat is voor altijd. Ja. Maar dan ben ik natuurlijk heel nieuwsgierig als medewerker van de lokale omroep. Wat beweegt iemand om in Almelo te gaan wonen? Ik denk dat ook een historie heeft. Mijn vrouw heeft leven een hele periode in Coevorden gewoond. Ik heb 20 jaar in Zwolle gewoond. Overijssel is een mooie provincie. Een geweldige variëteit. Nou ja, je kijkt naar huizen die je zinnen en de omgeving die erbij past. En Almelo was wat ons betreft het schot in de roos. En zijn er misschien toch nog meer dingen waarvan u zegt dat is specifiek zo eigen aan Almelo dat het bijzonder is? Het accent. Nou ja, het is natuurlijk, het leuke is dat het in een omgeving ligt met allerlei boerderijen. Dat betekent dat we weer rauwe melk kunnen kopen, dat we naar de boer kunnen om boerenboter en boerenkaas te kopen. Nou ja, je voelt je een stad ingebed in het groen en dat maakt het leuk. Ja. Nou, laten we beginnen bij het andere deel van Nederland dat zich hoog in de stoel waant, de Randstad. Die zijn zichzelf voorbijgesneld. Je ziet het, een geweldige vervreemding, een geweldige afstand tussen mensen en voorzieningen. Het is allemaal administratie, er is geen persoonlijk contact meer.
En het is hier anders. En je kunt wel zeggen dat het oosten van Nederland achter is gebleven. Ik denk dat ze gewoon in hun eigen schoenen zijn blijven staan. Dat is het belangrijkste. Nou, de mensen waar ik mee te maken heb zijn geweldig. Ik was gevallen. En mijn buurvrouw is een jonge vrouw en die komt en die zegt, heb je ook een boodschappenlijstje? Ik zeg, ja, er staan 4 boodschappen op. Ze komt terug, ze heeft 2 tassen vol boodschappen en ik mocht niet betalen. Zo'n buurvrouw heb ik. Dus, en de hele straat is gewoon leuk. Meer heb ik er eigenlijk niet aan toe te voegen. Gezelligheid. Dat vinden we heel belangrijk. Veel mensen van buiten Almelo die vinden dat de Almeloers zo hulpvaardig en vriendelijk zijn. Nou kijk, maar dat is ook zo, toch? Dat vind ik wel. Ja.